Juist dit jaar, waarin het 100-jarig bestaan wordt gevierd, begon rampzalig voor deze unieke tribune. Oh, Herma, ik zie het nou voor het eerst. Je ziet het, hè? Niet te geloven, zeg. Vorige week was ik er niet. Je hebt s'avonds een telefoontje gekregen. Je bent hier vrijdag naartoe gegaan. We zijn op de hoogte gebracht via de moeder van een van de jongens dat dus zijn zoon, haar zoon, de schade heeft aangericht. En een andere jongen heeft zich gemeld bij de vertrouwenspersoon van AVC Heracles. Kijk, hier is het ook helemaal kapot. Hij is ook helemaal ontzet, hè? Ja. Ontzet, oes. Zeg, hier is het ontzet. Ja. Een hele jonge daders ook. Ja, dus ik verwacht ook dat het meer zijn geweest. Wij weten van 2. De schade loopt waarschijnlijk in de duizenden euro's. Vanuit het hele land hebben supporters met afschuw gereageerd op de vernielingen. We hebben uit het hele land, zelfs uit Duitsland kwam er nog een berichtje binnen. Zo jammer dat dit aan een monumentale tribune, een rijksmonumentale tribune gebeurt. De inzet van ons bestuur is om dit in goede harmonie, voor zover dat mogelijk is, op te lossen. Om het ook niet groter te maken dan nodig is. En zeker waar het om minderjarigen gaat, ook te kijken of we kunnen voorkomen dat zij een strafblad krijgen.